Het vierde gymnasium is in 2005 opgericht in samenwerking met het Balleus, het Sint Ignatius, het Vossius en het Cartesius Lyceum. De school begon met 105 leerlingen en heeft nu, 6 jaar later, in 2011, 645 leerlingen. Nou, de school, het is altijd gezellig. Niet alleen het leerlingenpercentage is gegroeid, maar ook het personeelspercentage. In 2005 werkte op het vierde gymnasium ongeveer 20 man. En nu, in 2011, zijn dat er al 65. Ik denk dat we bezig zijn onze eigen geschiedenis te schrijven nu. Dus dat het nu van onszelf afhangt hoe leuk het wordt of blijft. En dat je bij een oudere school, er zijn zo'n ingeslepen patronen die bestaan. En daar wordt door een heleboel mensen aan gehecht. En dus verandert het niet, omdat er andere mensen zijn die anders willen. Of schoon er andere mensen zijn die anders willen, verandert het niet. Omdat het traditie is geworden. Wat vinden de leerlingen en leraren van deze jonge school? Het meest bijzondere van het gymnasium volgens mij is dat het toch wel een hele open sfeer is. En een heel optimistische sfeer. Die eigenlijk hoort bij een nieuwbouwwijk of zo. Je gaat met z'n allen de wijk bewonen en dan leer je elkaar kennen. Je bent meer geneigd kennis te maken dan misschien op een school waar alle verhoudingen al vast liggen. Bijvoorbeeld tussen personeel kan alles al een beetje vast liggen. Kom je daar als nieuwe leraar bij, dan is het wat moeilijker. En voor mij was het heel makkelijk. Ook omdat we met 10 nieuwe mensen kwamen. Ik vind het een heel gezellige school met een goede sfeer. Ik vind deze school geweldig natuurlijk. Ik vind leerlingen af en toe heel gezegdelijk en spontaan. Ik vind de verhouding tussen leraren en leerlingen ook gewoon goed, gezond. En ik vind het gezellig. Het is een kankerschool, het is veel te geel. Ik vind het echt een superleuke school. Ja, ik denk dat het wel echt een leuke school is die ik had. Hans Verhagen is de schoolrector en heeft dus veel te zeggen over de ontwikkeling van het vierde gymnasium. Sinds 2 jaar krijgt hij hulp van Anne Magden, de conrector. Ja, de vraag wat het verschil is tussen toen we starten en nu, dat is natuurlijk duidelijk. We zijn een stukje gegroeid. Dus toen we startten in 2005, toen deed ik bijvoorbeeld alles. Ik deed de absentiecontrole en ik was de decaan en ik was de onrector, ik was de rector en ik was nou eigenlijk alle taken buiten het lesgeven die moesten verricht worden, die deed ik. Dat is ook vreselijk leuk. En nu is dat veel meer gespecialiseerd omdat we een veel grotere school zijn, 647 leerlingen. Dus we hebben iemand die de open dagen organiseert, dat is Paulien. Nou, dat deed ik in het begin allemaal zelf. We hebben iemand die zo hebben we eigenlijk voor alles doen. Een docent of een functionaris. Dat is het grootste verschil toen en nu. En dat maakt het professioneler, ook misschien ietsje minder gezellig. Maar wel veel beter en veel geolieder. Ja, je merkt wel dat grotere scholen, maar je merkt ook dat ze wel proberen om zo klein mogelijk te houden, vooral persoonlijke aandacht. Het is ook geen Balleus of zo, dat je echt op zo'n huge school zit of zo. Ja, als je me nou vraagt of de idealen al gerealiseerd zijn, dan moet ik zeggen nee, dat is nog niet klaar. De werkelijkheid is weerbarstiger dan ik dacht. Maar ook is het een opdracht van lange adem. Dus een afspiegeling van de samenleving zijn we nog steeds niet.